Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend vroeg zien we veel bewolking boven het oosten van het land en nog meer boven Duitsland. Dat was het regengebied van afgelopen nacht. Die regen trekt inmiddels snel weg en we hebben daarvoor in de plaats gekregen flinke zonnige periode, een paar stapelwolken en een lokaal buitje. De wind is vanochtend 3 tot 5 per voor, dat blijft die vanmiddag ook. En verder zijn er vanmiddag flinke zonnige perioden en slechts heel lokaal valt er nog een bui. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanavond gaat de wind toenemen en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Aan zee komt windkracht 7 te staan, aan het einde van de nacht, kracht 8. En dan zijn er forse windstoten mogelijk, met name in het noordwestelijk kustgebied. En ook morgen blijft het onstuimig weer. Er zijn perioden met regen, er is amper ruimte voor de zon. En in de namiddag en avond gaat het nog harder waaien. Dan kan er een zuidwesten storm staan, met vooral in het noordwesten en noorden waarin windstoten van 100 tot 120 km per uur. Houd de berichtgeving daarover op onze website en via Twitter in de gaten. Maandag ook nog onrustig en nat weer. Dinsdag en woensdag is het wat vaker droog en blijft zeer zacht. Temperaturen zondag tot en met woensdag 12 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.